dat je staat op je kant. Hoe kom ik jou op dat deel? Je doet me met je beeld tegen de muur. Dus mag ik een groot en warm applaus voor Kwanani Mokozi Wangu. Tenani Chongozi Wangu. Anam Penda Leon Kuriko Janda. Barakazake Azikwisi. Bente, Elion de Haas, Nikita Afsar en Gerald Albersen. En Doreen, die komt even het podium op. Oh, my love, my darling, have I waited for your time? Hello, lonely time. Mag daar even een heel hartelijk applaus voor? De kandidaat die in deze categorie zit, is zelf ontzettend actief in zijn eigen wijk. Daardoor heeft hij meerdere mensen actief laten deelnemen in zijn wijk. Hij heeft hen zogezegd besmet met het opruimvirus. Hij is aangemeld door Wijkcentrum de Schelvorst. Wij vinden het heel knap dat hij op deze leeftijd al zo bewust bezig is met de leefbaarheid in zijn wijk. Ruben is de initiatiefnemer van het opruimen van zwerfafval in zijn wijk. Dit is de voorbeeldfunctie die een junior burgemeester nodig heeft. Waarom denk jij dat jij die prijs gewonnen hebt? Door het opruimen. Jij hebt heel veel opgeruimd, hè, het laatste jaar. En ook andere mensen helpen jou daarbij, hè? Ja. En nou mag jij met de burgemeester op stap. Hoe lijkt jou dat? Leuk. En heb je al enig idee wat er van jou verwacht wordt als junior burgemeester? Helemaal niks, want tot 3 uur terug wist ik hier niks van. Dus ik ben me nog even aan het weekend laten bezinken allemaal. Het is echt heel nieuw voor jou dus. Ja, ja, in principe wel. Maar ik kom wel goed, denk ik.